Een bolletje wol, daar begint het allemaal mee. En dan snel samen aan de slag. Deze groep is al 10 dagen bezig. Toen zei ze, nou oké, pak maar een bolletje wol en begin maar er overal doorheen te halen. En op een gegeven moment begin je wel een beetje te begrijpen als je de ene draad de andere kant op trekt, wat er met de andere draad gebeurt waar je die net hebt doorgehaald. En het is niet zo super moeilijk. Uncertain Journey is een werk van de Japanse Chiharu Shiota, die de laatste tijd internationaal veel aandacht krijgt. 10.000 nietjes en 2.000 bolletjes wol zitten erin. Elke draad staat eigenlijk voor het mensenleven. Mensenleven dat gekenmerkt wordt door ontmoetingen, maar ook door ruzies of door het afstand nemen van elkaar. En in die zin weerspiegelen die knoopjes en die touwtjes verschillende mensenlevens. De draden komen samen in 3 zwarte boten, wat je kan zien als een verwijzing naar de levens van vluchtelingen op de Middellandse Zee. De naam Uncertain Journey, onzekere reis, lijkt daarnaar te verwijzen. Ja, het is alleen maar geweldig dat zo'n belangrijke internationale kunstenaar ook hier nu in het museum getoond kan worden, dat we haar kunnen tonen. Als ik mijn ogen dicht doe 's nachts, dan heb ik nog steeds die rode draden voor me en dan dat blijft wel doorgaan inderdaad.